Nou, een goedemorgen vanaf de Finca. Ik sta hier bij de schuur. Ik ben binnen aan het werk. Ja, kozijntje aan het schilderen. Maar ja, de ene dag nat van het zweet, de andere dag nat van de regen. Het is nog niet zo, zo erg als dat ze voorspeld hadden. Maar ondertussen begint het toch wel lekker te druppelen. Het, goed voor de natuur. Goed voor de temperatuur, want zaten we een paar dagen geleden nog ver boven de 40 graden in de zon. En op de 40 graden in de schaduw zitten we nu gewoon weer lekker rond de 25, 30 graden. Dus aangename afkoeling kan ik wel zeggen. Maar buiten even niet. Zou wel kunnen, maar nat regen is ook weer wat. Ik ben nog steeds binnen bezig. Ik heb ondertussen de deur klaar. Die zit tussen de keuken en de badkamer in. En ik ben nu even een kozijntje aan het schilderen voor de slaapkamer. Zodat we daar ook rustig aan verder kunnen. Dat kozijntje heb ik natuurlijk een aantal filmpjes geleden al gemaakt. Stond er nog steeds. Dus nu even de lak zetten. Kan ik die er ook in gaan zetten. En zo klussen we lekker verder. Nou, we zijn weer terug in de keuken. Hè? Ja, zoals jullie achter me zien, het is gelukt. De deur zit erin. Dus weer een stapje verderop. Wilden we toch eerst klaar hebben voordat we verder gingen met de badkamer. Want ja, lukt het niet, dan verandert je indeling van je badkamer natuurlijk. Dit viel gelukkig mee. De muur ertussenin is trouwens geen draagmuur. Er ligt een betonnen balk overheen. Kijk, net als hier bij de rest in het plafond. Waar de constructie op rust, waar het dak op rust. Dus de muur is echt een tussenmuur. Geen draagmuur. Maar goed ook, want het is een lemen muur. Het zijn zelfgemaakte een soort van stenen van modder en leem. En er zit hier en daar een verdwaalde steen tussen. Er zit een dikke laag cement overheen gesmeerd. En dat is het op zich. Een stevig muurtje. Maar het is Spaanse bouw, denk ik. Ik kende dit ook nog niet. Ik heb wel meer stukjes weggehaald van dit soort muur. Ook in de slaapkamer, wat in de stal was. Maar hier staat dus ook zo'n muur tussen. We hebben hem opgevangen. Ik heb daar geïmpregneerde balken voor gebruikt, er liggen er twee in. In principe zwaar genoeg, het hoeft alleen dat kleine puntje daarboven te houden. Zoals gezegd, hij draagt verder niks. Hij ligt aan die kant 20 centimeter in de muur, net zoals aan deze kant. Dus een stevige constructie geworden, alles bij elkaar. En een deur die er mooi in past, dus dat klusje weer klaar. Kunnen we verder in de badkamer. Ik zal ik jullie eens even weer toenemen. Even kijken of dat gaat met het licht. Het is vandaag een beetje bewolkt, gelukkig. Op zich helemaal niet verkeerd, maar dan wordt het wel donkerder van. Nou, vanaf deze kant ook. Kijk, bovenom heen moet natuurlijk nog aangewerkt worden met stukken, maar dat spreekt voor zich. Dan kan ik eerst deze blokken weer opzij gaan zetten, want die heb ik fout van mezelf net te ver deze kant op staan. Maar goed, maakt verder niet zoveel uit. En dan gaan we beginnen met het muurtje. Hier achter, onder de raam langs, komt, even kijken, in die hoek waar het statief staat, daar komt de douchekabine. Andere hoek komt het toilet. Deze muur aan deze kant, deze deur eigenlijk, die gaat dicht naar de woonkamer toe, zodat we meer leefruimte krijgen, meer ruimte om de bank neer te zetten, dat soort dingen. En natuurlijk het doorgangetje naar de kast en trap naar de slaapkamer. Maar ik ga beginnen aan deze kant, zodat ik hier vast de leidingwerk aan kan sluiten en weg kan werken. Daar komt over de hele breedte van het gebouw een verhoogde vloer in, waar de leiding onderdoor lopen en de douchebak in komt. Dus daar ga ik eerst een muurtje voor zetten, dat ik de leidingen weg kan werken. En dan gaan we die opmetselen. Het is zat te doen, gaan we gauw weer verder. We'll be right back.
Zo, dan heb ik wel weer genoeg vastgehaald. Nou, dat is dan weer het voordeel van thuiswerken. Samen lunchen. Het is net alsof we in Nederland zijn, we lopen in de regen naar huis. Ja, je ziet het, meestal gaat het goed, maar ja, soms breekt er een hoekje stuk, maar ja, op zich niet heel erg, want dan weten we gelijk bij de losse stukken zitten. Maar we proberen het zoveel mogelijk heel bouwen.
Een goedemorgen vanaf de Finca, hè. Ja, ik sta hier bij de werkplaats, bij de schuur. In tegenstelling tot gisteren geen bewolking meer, zoals jullie zien. We hebben weer een stralende blauwe lucht met een lekker zonnetje. Vanmorgen wakker worden, best wel fris. Ja, klagen niet, absoluut niet. Vond het heerlijk, maar vanmorgen een graadje 15, 16. Dus dat is wel een frisse nacht geweest. Hartstikke lekker. Het is na de onweer en de regen best wel weer lekker afgekoeld. Het is nog steeds heerlijk. Het wordt een graadje 25 tot 30 vandaag. Maar het is gewoon allemaal lekker afgekoeld. En we kunnen weer lekker aan de gang. Dus dat gaan we ook zeker doen. Ik ben vanmorgen alvast begonnen. Ik zal jullie eens even meenemen de schuur in. Even kijken of jullie me kunnen zien met het licht. Ja, dat gaat nog. Hier achter me kun je het zien. Kozijntje weer in de verf gezet. Het klapraampje ligt daar, ja. Dus de belangrijkste kanten staan nu in de verf. Dan kan ik die in het kozijn, tenminste in het raam van de slaapkamer, kan ik het kozijn gaan plaatsen. Dus dat gaan we tussendoor ook nog doen. Je zult denken, wat is die allemaal door elkaar heen aan het doen? Nou ja, dat klopt. Door de hitte zijn we een klein beetje van onze originele schema afgeweken. We zijn links en rechts bezig. Het zijn allemaal dingen die klaar moeten. We wonen hier nu natuurlijk, dus we hebben s'avonds ook wat meer tijd. Dus we willen ook wat meerdere klusjes naast elkaar hebben. En de hele dag met hetzelfde bezig ben, word je ook zat. Dus op het moment ben ik eigenlijk zelf in de badkamer aan de gang. Zoals jullie weten, ik heb daar de deur in gemaakt. Ik heb gisteren het leidingwerk mee begonnen. Hè. Zowel stroomkabels voor het licht en dat soort dingen. Als de afvoer van het toilet, van de douche, noem het maar op, heb ik gisteren aangesloten. En dit raampje komt natuurlijk in de slaapkamer. Ook dat heeft weer een reden, want als dat erin zit, kan ik dat aansmeren, afwerken. En dan kan Aline natuurlijk steeds 's avonds, als ze zin en tijd heeft, een stukje gaan schilderen in de slaapkamer. En voordat dat er klaar is, dan heeft dat allemaal weinig zin. Dus dat zijn een paar van die klusjes die tussendoor komen. Maken we af en dan kan Aline rustig gaan verder werken in de slaapkamer om dat af te werken. Ik ga nog even verder in de badkamer. Ik ga in ieder geval het complete leidingwerk afmaken. Zowel warm, koud en stroom. En afvoer. En ik ga een beginnetje maken met de muur van de douchewand en van het toilet. Met die reden, daar moet ook ingestort worden. En we gaan natuurlijk ook de vloer van het kantoor storten. Dus dat is allemaal één werk. Kunnen we in één keer doorpakken. Staat alles op dezelfde plek. En dan krijgt het ook allemaal wat tijd om uit te harden. We gaan nu natuurlijk best wel snel. En het moet wel gewoon zijn tijd krijgen om fatsoenlijk uit te harden. Hoe eerder die erin ligt, hoe beter. Dus dat gaan we doen. En zodra dat klaar is, dan ga ik weer vrolijk verder met het kantoor. Zoals gezegd, vloer storten en het kozijn hier achter me, dat is klaar. De deur ben ik nog steeds mee bezig. Dat is werk in uitvoering, laten we maar zeggen. En volgende week krijgen we visite, dus hartstikke leuk. En dan gaan we gewoon weer lekker verder.
Zo, dat was de eerste waterlevering. De volgende komt er zo aan. Marcel's kantoor voor vandaag. Met de waakhond? Ja, kantoor met bewaking en gezelschap. Hey Bobs. Ja, en vanaf dit kantoor met uitzicht, hè, laten we maar zeggen. Ja, komen we ook alweer aan het einde van deze video. We hebben een Q&A, een vraag en antwoord beloofd. Gaan we ook doen. Maar deze week helaas geen tijd voor gehad om even rustig voor te gaan zitten. We hebben best wel heel veel vragen binnengekregen. Hartstikke leuk, top. En die willen we ook met alle liefde beantwoorden. Maar daar willen we wel even lekker voor gaan zitten. Dat we daar even een goed antwoord op geven kunnen, laten we maar zeggen. En daar hebben we van de week gewoon de tijd niet voor gehad. We zijn mega druk geweest, lekker bezig geweest. En zoals gezegd, ik wil daar gewoon de tijd voor nemen. Dus voor aanstaande zondag staat de Q&A, de vraag en antwoord aflevering gepland. Daar hebben we van het weekend net even wat meer tijd voor. Heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan. We groeien nog steeds lekker door. Hartstikke leuk, bedankt hiervoor. Vind je onze video's leuk? Doe een duimpje omhoog, hè? Zoals gewoonlijk. En heb je nog vragen voor de Q&A? Stel ze gewoon. Hoeft niet per se voor de Q&A, je mag ook gewoon een reactie achterlaten. Maar doe dat dan onder dit filmpje. De vragen die we al hebben en die we nog binnenkrijgen, die gaan we zondag beantwoorden in een aflevering daarvoor. En dan zal ik nu zeggen van bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog.